Voor mensen. Het is een, even een kabel eraf. Het is een nieuwe dag. En Ali heeft net even de watertank bijgevuld, want we hadden geen water hier meer. Nou, dat is super onhandig natuurlijk. Rollend closet gaan we naast. Zo. Hoppatee, nou, dit klusje is weer geklaard. En vandaag is een verhuisdag. Ja, we gaan naar plek. We gaan naar een ander plekje op hetzelfde terrein. We gaan van nummer, ook nummer staan 10, nu, 10 naar nummer 23. En dat is aan de overkant. Ja. Nou, hier staan alle spullen. We hebben alles even op de tafel gegooid wat normaal los in de keuken staat. Ali gaat even de auto ervoor rijden. En dan kunnen we die kant op. Nou, daar gaat ze. Oh, ik kan beter even iets meenemen in mijn hand, denk ik. Denk je ook niet? Ik kan ook wel op de fiets gaan. Hi! Ja, we worden je buurvrouw. Hoezo dat? Ja, dat moest. Oké, dan denk je, nou, dat doen wij eventjes. Is niet zoveel werk. Maar moet je even kijken hoeveel troep een mens kan hebben. Niet normaal. Hier staan de stoelen. We hebben eerst de caravan verzet. En nu gaan we de spulletjes met de auto gaan we ook verplaatsen daarnaartoe. Maar je staat er gewoon versteld van hoeveel je bij je hebt. Echt? Vind je ook niet? Ja. Jij de tafel? Ja. Oké, dan pakken we straks wel die vulwatertank, want die moet ook nog eventjes geleeg worden. Ja. Nou, ik weet niet of jullie nu het ei kunnen zien, maar die staat helemaal in het hoekje daar. Ik moet alleen nog even de stroom aansluiten, maar die paal die staat best wel ver bij onze caravan vandaan. En nu staan hier nog geen mensen op die plekjes, maar als er straks caravans gaan staan, dan zit onze stroomdraad die zit door de voortenten van een ander, denk ik. Ja. Ik weet ook niet. Ik weet ook niet, heel apart. Nou, we zien het. Ik ga hem nu aansluiten, anders dan verrot al dat spul wat in de koelkast staat. Heb jij ook last van die muggen? Ja. Er zijn erg veel muggen. Je wordt echt gebeten, hè? Ja. Wij zitten op de nieuwe plek. We zijn eventjes in de schaduw gaan zitten. Inmiddels is de zon hier alweer gekomen. Maar eventjes een update van wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd. Nou, vreselijk. Zoals jullie zien heeft Nelly zich weer verbrand aan de waterkoker. De waterkoker is van, hoe noem je dat? RVS. Dus dat wordt gewoon mega heet als die aan, de buitenkant. Aan heeft gestaan, aan de buitenkant. Het is nu al volgens mij de tweede of de derde keer. Ik denk dat er nu ook best wel een flinke blaar op gaat komen, want het is rood. Dus dat is er gebeurd. Dat was niet zo fijn allemaal. En we hebben hier last van muggen. En die, het zijn hele grote zwarte muggen en die bijten. Dus dat is allemaal niet zo leuk. Die bijten echt hard. Ja, ze komen echt achter je aan rennen. Ja, ze rennen over het grasveld. Nee, ze komen achter je aan vliegen. En ik heb me net helemaal ingesmeerd met date. 0% date. Hè? Nou, 0%. Antimuggenspul. Maar waarom staat er 0% date op dan? Vroeger had je toch date? Maar omdat date schadelijk is, dat dacht ik. Nou, oké. Muggenspray, daar hebben we ons net mee ingesmeerd. Ingespreid. Ingespreid, ja. Dus wij moeten even wennen hier, want... We hadden bij die perenboom nergens last van. Nee, die perenboom was echt een prachtig plekje. Maar dit plekje is op zich ook wel mooi, ja. Maar de omstandigheden zijn wat minder. Het is even wennen. We hebben een uitzicht op onze oude plek en...
Ik heb nu al heimwee. Mm-hmm. We staan een paar meter verderop. Maar serieus, daar hadden wij echt nou, geen last van muggen. En we staan wel, hier... Wel van die poepmuggen, maar die op drollen zitten. Die. Maar ja, daar heb je geen last van. Bedankt voor de details. Wij hopen dat jullie nu weten welke muggen wij bedoelen. Ja, wij noemen dat poepmuggen. Dat weet ik ook niet. Nou, ik ga even de toiletvloeistof bijvullen, dat roze spul. En even de hoes over de fiets doen. Want die staat hier en het gaat volgens mij een beetje regenen. Hij geeft het nog niet aan op mijn radar, maar ik bereid me vast voor. Wij zijn in Tiel. Flipje. Een souvenirshop. Leuk. Ja, Tiel staat natuurlijk bekend om Flipje. Ja. Ja, dat weet iedereen. Zeg je Tiel, zeg je Flipje. Zeg je Flipje, zeg je Tiel. Ja. We zijn net eventjes door een stadje heen gefietst, maar je ziet dus overal eigenlijk Flipje terugkomen. Het zij in... het staat hier bijvoorbeeld tegenover mij op een vuilnisbak. Oh ja. Je ziet vaak van die posters met Flipje erop. Ja. Dus het draait allemaal om Flipje hier. Alles schreeuwt Flipje. Ik vind dit wel leuk gemaakt. Ja, superleuk dit. En kijk, hier heb je bijvoorbeeld Flipje op een vuilnisbak. Maar Flipje was vooral bekend, was vroeger toch voornamelijk echt bekend. Dat is nu eigenlijk een beetje... Ik hoor dat niet meer zoveel, maar geen idee eigenlijk. Ja, dit is dus het streekmuseum. Misschien dat mensen met kinderen dat nog... vroeger dan had je Flipje boeken, Flipje alles, Flipje, ik weet het niet. Hoe vaak kun je Flipje zeggen? Flipje! Ja, kijk, er is Flipje weer. Nou, Flipje Museum. Superleuk dit, toch? Ja. Ik ga even naar de douche toe. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin, maar ik heb me al uitgekleed, maar... ga het nu even doen. Weet je, Aal? Hmm. Weet je dat er ook niemand op onze plek staat? Ja, morgen. Oh. Oké, okay. Nou ja. Vooruit. Nou, ik ben binnen aan het koken. En ik knijp hem wel een beetje. Want we doen al een jaar met die gastank. En we hebben geen grote nieuwe gastank. En het lijkt hier noodweer te worden of zoiets, ik weet het niet. Nou, het wordt wel erg donker buiten nu. Nog heel donker. Ik ben even kip aan het bakken. En we eten barbecue ketchup. Ik zeg tegen Aal, ga jij de supermarkt in en jij bepaalt wat we gaan eten. Nou, ze was er 2 minuten in en toen ging ze me bellen. Wow. Het wordt hier gewoon heel raar weer ineens. Kijk dan, die bomen. Barbecue-ketchup. Nou, het is inmiddels noodweer. Het regent kei en keihard. Het onweert, het waait, we hebben alles. Vanmorgen zaten we nog te puffen omdat het warm was. Maar nu hebben we een bak ellende. Nou ja, gelukkig zitten wij droog. Ja. Er zitten ook mensen in een tentje hier.
Ja. Een klein tuintje, een heel klein tuintje. Ja, die twee jongeren. Mm-hmm. Ja. Vreselijk. Maar het eten is super lekker. We hebben ook iemand van de ongediertebestrijding. Nelly die ziet drie beesten hier in dat hoekje. Ja, ik heb ze allemaal. Heb je ze gevangen? Allemaal. Ja, dit hoekje nog. Voordat we gaan slapen checken we altijd even de caravan op muggetjes en eventuele spinnetjes. Of vliegende herten. Nou ja, die hadden we hier ook, hè? Ja. Ja. Hey, hebben wij nog droge tissues? Oh, gelukkig. Altijd, hè, op voorraad. Het is nog een beetje vroeg, dus ik moet een beetje wakker worden. Maar we hebben net ontbijt gehad en ik ga even naar de afwas en de auto halen, denk ik. Ja, we wilden een beetje vroeg gaan rijden, want het is nu 9:50. En aangezien het iets van 2,5 uur rijden is vanuit deze plek, we zijn nu op de Karekiet. Dat is in Buren, de Betuwe. Dus wij moeten best wel een stukje rijden nu. En ja, dan wil je natuurlijk niet pas om 12:00 wegrijden. Dus we gaan nu opruimen. We gaan in actie. Ik hoop dat we niet zo lang bezig zijn. Want soms gaat het heel snel en soms duurt het heel lang op een of andere manier. We moeten niet aan de praat raken met mensen. Nee. Want dan duurt het lang. Dan komt er niks van. Dat hebben we best vaak. Dan willen we weg en dan... Wacht iedereen tegen ons. Ja, maar dat is wel leuk, maar... Het is heel leuk, maar het schiet niet door. Alhoewel, de vorige keer hadden we totaal geen haast in Limburg. Toen hebben we nog eventjes gezellig koffie gedronken. Ja, dat is waar. Ja. Maar als ik geen haast heb, geen... Ja, dan maakt het mij niet uit. Maar nu willen we even... Nu willen we even doorzetten. Moet 2,5 uur rijden? Ja. 2,5 uur rijden. Dus we gaan ook geen koffie drinken in de caravan? Nee, dat doen we allemaal bij de benzinepomp. Ja. We gaan gelijk bam, 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 door. Ik vind het natuurlijk wel altijd een dingetje. Als je dan vroeg wil vertrekken, om dan de camping op te rijden. Want er zijn natuurlijk nog best wel veel mensen die dan slapen. Maar ja. Ik ga me er ook niet door tegenhouden. Die auto... Er zijn ook wat kleine tentjes nu in de midden. Twee buren van ons. En dan daar, taratata, daar staat een tap, gewoon recht voor ons. Ik ga even de vuilwatertank legen. Wat zeg je? Ik ga de vuilwatertank legen. Ja. En jij bent ook lekker aan het rommelen. En, wat zou ik nog meer zeggen? De klumpnaam? Dan komt dat goed. Ik zou nog iets vragen aan jou, maar ik ben het kwijt. Ik weet niet meer. Ja. Ja. Ik raakte aan de praat, want er zaten mensen voor de tent. En die zeiden van, wat hebben jullie een leuke caravan. Nou, dus daar heb ik even een praatje mee gehouden. Ali staat daar al te wachten. Die denkt waarschijnlijk, waar blijft ze?
Ik ga nog even de vuilnis dumpen. Oh, ze staat vast sowieso achter een andere caravan. Moeten wij nog uitchecken? Nee toch? Weet ik niet. Hoeveel? Zal ik even zeggen dat we gaan? Ja, doe maar. Geef mij die vuilnis, maar doe jij dat, hè? Ja. Wil je nog perensap? Dat is wel lekker. Dat is wel lekker, ja, dat klopt. Nou, neem maar mee. Groot of klein? Even een klein flesje. Oh, ik heb hier nog glas. Oh ja. Nou, hier is de receptie. Daar ga ik dan even naartoe om een perensapje nog te kopen. Die andere wel willen proeven, maar dat zijn zulke grote flessen. Ja. Dat, ja. Ja, dat was wel vers uit de boomgaard, toch? Ja. Maar deze was ook lekker. Ja. Nou, op naar Zeeland. 2:24 rijden. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? We gaan bij de... Oh, wat zou je zeggen? Ik heb wel heel veel zin in koffie. Ja, nou, dat zou ik dus ook zeggen. Bij de eerste beste... tankstation, koffie, met een broodje. Stop. Gaan we even lekker een bakje leut nemen, want ik krijg een beetje hoofdpijn en dat hebben wij altijd. Als wij niet op tijd koffie krijgen, krijg ik ook koppijn. Terwijl we eigenlijk best wel op tijd zijn. Het is 10:10. Ja. Dus we zijn er best wel, 12:30 zegt hij nu, maar je gaat natuurlijk ook stoppen, dus ik hou het even ruim aan. 2:30. Doen we een uur bij op. Ja. Nou mensen. Wij willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En wij zien jullie in Zeeland. Ja, bij de volgende vlog. En ja. We hopen dat jullie er weer bij zijn. Ja. Doei! Doei.